Cornelis. Dag Erik. We staan hier volgens mij bij een hele mooie trap. Ik heb gehoord dat dit de vierkante meter trap is. Ik werd daardoor getriggerd omdat wij opdrachtgevers hebben die zeggen ik wil een vaste trap naar een plek toe. Maar er is niet genoeg ruimte, heet je iets. Maar ik heb het idee, heb jij de oplossing? Als je een ruimteprobleem hebt, is dit de ideale oplossing. Dan past één vierkante meter, waar een traditionele trap 3-4 vierkante meter ruimte in heeft. Oké, en is die vierkante meter, is die een vaste maat? Nee. Omdat de vierkante meter trap heet, willen wij ook dat het bij 1 vierkante meter past. Alleen, hij is variabel van 800 mm tot 1,20 meter. In die bandbreedte zowel breedte als diepte. Oké. Heb je per se de vierkante meter ook in de trapgat nodig? Nee. Kan dat kleiner? De footprint mag groter zijn dan het trapgat. Want denk bijvoorbeeld aan een vliezeltrap. Als dat er ooit in gezeten heeft en willen vervangen door de vierkante meter trap. Dat kan, want dan loop je eerst onder het plafond door en later loop je in het gat. Dus hij mag groter zijn qua footprint. Oké. Kan jij uitleggen waar de stabiliteit eigenlijk vandaan komt? Ja, het mooie is van je hebt een centrale spil die volledig dragend is. Hij is ontworpen om 300 kilo belasting te kunnen verduren. Oké. Kan de trap in iedere situatie worden gemonteerd of heb je per se een bepaald type vloer nodig? Nee, we hebben het juist zo gedaan dat de kracht zoveel mogelijk verdeeld wordt over beide vloeren. Dus hij kan zelfs op een houten vloer bovenop gemonteerd worden dat er niet een afwerkvloer hoeft. Oké. Welke voorbeelden heb jij al toegepast met deze trap? Waar staat hij? Naar welke ruimtes? Ja, hij wordt heel vaak naar een zolder of naar een kelder of naar kinderkamers bijvoorbeeld toegepast of een mezzanine. Het bouwbesluit zegt van alleen naar ruimtes met onbestemde ruimtes die toegestaan is. En natuurlijk een ruimte waar gewoon echt geen andere oplossing mogelijk is. Kijk, het aantal treden, ligt dat vast? Kunnen we onbeperkt de hoogte in? Nee, het is niet onbeperkt. Wij zoeken altijd, het model bestaat altijd uit 12 of 13 treders. Daar wordt de optreden, of de hoogte per trede op aangepast. Komt erop neer dat een hoogte van 3600 mm verdiepingshoogte te overbruggen is. Oké, dus het aantal treden wat je in deze trap toe kan passen is... 12 of 13 treden. Oké. Okay. Ik zie een mooie handregel, een handleuning daarlangs. De handleuning en de doppen zien wij als een essentieel onderdeel voor de veiligheid. Okay. Omdat die in ieder geval niet volgens regelgeving zijn indruist tegen alle regels zoals we die kennen. Daar zijn we juist extra veel aandacht voor de veiligheid. Vandaar de handregel en de rubberdoppen. En als mensen echte rubberdoppen niet willen, moeten ze daar zelfs voor betalen. Dat is echt een manier om het... Nou ja, af te raden. Ik zie een hele mooie trap in een mooie gouden kleur. Mijn eerste vraag is, wat is het eigenlijk voor materiaal, de trap van jullie? Ja, het is staal, mild steel. Alle ralkleuren leverbaar. Daarnaast hebben we ook een selectie gemaakt van de 5 special coatings. Hoe stel ik deze trap samen? Op eastest.com hebben we een configurator. En je kunt hem helemaal zelf samenstellen, ook de omgeving. Naar je eigen situatie en naar je eigen wensen. Je ziet hem real-time voor je en ook wat hij voor jou gaat kosten. Ook met instructies hoe je hem zelf kunt monteren. Oké, okay. Ja, mooi verhaal. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die loopt. Ik wou net zeggen, zou ik een keer willen proberen? Nou, dit is een... ik heb serieus nog nooit op die trap gelopen, maar ik vind het... het loopt goed.